witte leven. Met een beetje, ik heb oranje leven in de aanbieding. Ik heb in de verstand. Soms ook heel leerzaam. Zo kunnen we bijvoorbeeld ontdekken dat er ondanks vooruitgang op praktisch elk gebied toch nog dingen onveranderd zijn gebleven. Zoals de basisgedachte voor de werkwijze van ons bedrijf. Die bedrijfsfilosofie van EDA werd al ontwikkeld rond 1910. Kort geformuleerd, grote omzetten met lage winst. Dan zijn er twee tevreden, de klant en ook de winkelier. Er is sinds 1910 in de Nederlandse verkoop- en inkoopgewoonte wel het een en ander veranderd. Van het gezellige buurtwinkeltje naar de efficiënte supermarkt. Van bediening naar zelfbediening. En tegenwoordig kennen we ook de discount. Het distributiekanaal dat met minimale kosten en lage winst toch de economisch noodzakelijke omzet haalt. De consument doet daar zijn voordeel mee. Maar laten we samen eens teruggaan naar het begin. Naar het klasje van Ot en Sien. Ach ja, jongetjes en meisjes werden toen nog apart geoefend in aapnoodmis. Of in aardrijkskunde. De kaart van Noord-Brabant. Zou u nog weten welke plaatsen hier met de voorletters worden aangegeven? In die tijd waren we niet bang om een flinke afstand te lopen. En met paard en kar ging het niet veel sneller. Op deze kaart van 1900 kunt u ook zien dat er in Noord-Brabant al heel wat spoorverbindingen waren. Maar ook enkele kanalen. En niet te vergeten de vele tramlijnen. Aangegeven met de rode stippenlijn. In het gebied van Midden- en Oost-Brabant was er een enorme industriële bedrijvigheid. Textiel, schoenen, meubelen, sigaren, vleesconserven, zuivel. En die veelsoortige industrie stimuleerde weer de vestiging van machinefabrieken. In Brabant stond ook de eerste stoommachine van ons land, voor de aandrijving van textielmachines. Ook waren hier al ver voor 1900 meerdere spoorwegmaatschappijen actief, die later zouden samengaan in het Staatsspoor. De regering stimuleerde de industrie door de aanleg van de Zuid-Willemsvaart en het Wilhelmina-kanaal. Hierdoor kreeg onder andere Helmond een uitstekende verbinding met de Maas. Een snel groeiend netwerk van tramlijnen verbond de industriesteden met de dorpen. In Brabant waren er zo'n 6 particuliere tramwegmaatschappijen die hun bloeitijd kenden tussen 1890 en 1930. Maar de romantiek van de puffende stoomtram moest geleidelijk aan plaats maken voor de snellere autobus en vrachtwagen. Zo'n 70 particuliere vervoerondernemingen waren in onze provincie actief. Het is duidelijk dat we de grootste bevolkingstoename zagen in de industriesteden. Veel gezinnen uit de omliggende dorpjes trokken naar de stad, waar ook de kinderen vaak iets konden meeverdienen in de fabriek. Zeker heeft het ruime arbeidsaanbod in die tijd bijgedragen aan de onstuimige groei van de industrie. Ondernemende lieden kwamen dan ook uit het hele land naar het zuiden om te delen in de economische vooruitgang. De geleidelijke verbetering in de sociale positie van de fabrieksarbeider was tevens een stimulans voor de kleine ondernemer, de ambachtsman en de winkelier. Rond 1900 kwam de Fries Jacobus Ebbe in de fabriekstad Helmond met een winkel in grutterswaren, koloniale waren en comestibles, ofwel fijne etenswaren. Hij leverde ook aan kleine dorpswinkeltjes uit de nabije omtrek. Daardoor kon hij grotere partijen inkopen en zo een extra korting bedingen bij de fabrikant. Uit de archieven blijkt dat tussen 1900 en 1910 nog 3 Noord-Nederlandse kruideniers naar het Brabantse industriegebied kwamen. Jan Nicolaas August kwam naar Eindhoven. Daar was de gloeilampenfabriek van Philips en er waren ook sigaren- en textielfabrieken. Johannes Hettema kwam naar Os,
centrum van margarinefabrikage en vleesverwerking. Margarine was een eigen winstgevend product door een voortdurend tekort aan roomboter. Servaas Dames kwam naar Tilburg, waar een groot aantal textielfabrieken gevestigd was. Deze vier ondernemende kruideniers leverden alle aan de kleine winkeliertjes in hun omgeving. En de bestelde waren konden mooi mee met de stoomtram, die 5 tot 6 keer per dag al die dorpjes aandeed. De heren Ebbe, Dames, Aukes en Hettema hebben toen de koppen bij elkaar gestoken om tot een nauwere samenwerking te komen. In een leegstaand fabriekje in Helmond vestigden ze een inkoopcombinatie EDAH. EDA. Zij hanteerden toen al als slagzin grote omzet, lage winst. En hun verkoopformule bleek een schot in de roos. De winkels van de inkoopcombinatie EDA stonden spoedig bekend als echte volkswinkels, waar met name de arbeidersgezinnen hun boodschappen kochten. Na 5 jaar waren er al zo'n 39 winkels aangesloten bij de inkoopcombinatie. Dat was de aanzet tot een nog grotere aanpak. Op 31 mei 1917 stapten ze naar de notaris voor het oprichten van de naamloze vennootschap EDA. De heer Dames uit Tilburg deed niet mee in deze nieuwe onderneming, maar bleef wel een van de grotere klanten. Hij verkocht pas in 1935 al zijn winkels in de regio Tilburg aan de NV EDA. De heer Ebbe uit Helmond zien we na een aantal jaren ook verdwijnen uit de directie van EDA, alhoewel hij nog lange tijd actief bleef als kruidenier, vooral in Midden- en Zuid-Limburg. De overblijvende heren, Aukes en Hettema, bouwden met grote energie en inventiviteit de onderneming uit. Voor de dringend noodzakelijke uitbreiding kochten ze een leeggekomen fabrieksgebouw aan de Kanaaldijk te Helmond. Op het knooppunt dus van water, trein en tramvervoer. Al spoedig ontstond daar door aanbouw een heel complex van kantoren en magazijnen. Ook in de economisch minder gunstige jaren na de Eerste Wereldoorlog plukte de onderneming de vruchten van een consequent volgehouden gedragslijn. Verkoop veel en houd de winst laag. Door de overname van enkele kleinere winkelketens groeide EDA voor 1940 uit tot een onderneming met 130 filialen in Brabant, Limburg en Gelderland. Na de Tweede Wereldoorlog zien we ook in ons land 3 nieuwe fenomenen in de levensmiddelendistributie. Eerst de zelfbediening, dan de supermarkt en tenslotte de cash and carry of discount. De komst van de discountwinkel paste volledig in de verkoopfilosofie van EDA. Een zeer eenvoudige inrichting van de winkel, een beperkt assortiment, zeer lage prijzen. Als eerste voorwaarde voor succes gold een hoge omzet. Nieuwe klanten stroomden toe om van de zeer lage prijzen te profiteren. In 1973 nam EDA een deel van Coop en de winkelketen van André van Hilshoven. Hierdoor werd EDA een landelijk opererend groot winkelbedrijf. Inmiddels qua omzet de tweede na Albert Heijn. Als belangrijkste winkelformules kennen we nu Basismarkt, EDA en Toro, daarnaast Droppy Store en Boekanier. Efficiency en lage kosten staan nog steeds hoog in het vaandel van EDA. Om alle winkels snel te kunnen bevoorraden, heeft EDA daarom gekozen voor een aantal over het gehele land geplaatste distributiecentra. Zomeren, Den Bosch, Ede, Den Haag en Hogeveen. Hierdoor kunnen inderdaad de transportkosten zo laag mogelijk blijven. En dat merkt de klant uiteindelijk ook op een prettige manier bij het afrekenen. Er is inmiddels heel wat veranderd. Het puffende stoomtrammetje is nu de snelle vrachtwagen. Het knusse buurtwinkeltje is nu een efficiënte supermarkt. Het kasregister met de slinger
heeft zijn plaats afgestaan aan een zoemend elektronisch apparaat. Dat is allemaal voorbij. Maar het zakelijk uitgangspunt van onze oprichters is gebleven. Hoge omzet, lage winst, lage prijzen. EDA, nog net als toen. Daarvan getuigen elke dag de honderdduizenden huisvrouwen die tevreden hun inkopen blijven doen bij EDA. Net als toen.